Moteur. J'aime beaucoup. C'est là, je vais la replacer. Game Power goes arcade shooting met Time Crisis 2. Ben je een kermisganger of een geregelde bezoeker van het Lunapark, dan zal je al wel eens het arcade-spel Time Crisis gespeeld hebben. Daarin is het de bedoeling om zoveel mogelijk slechteriken neer te knallen. Action! Nu is er Time Crisis 2. En deze keer verschijnt de titel op PlayStation 2. Er verscheen eerder ook al een versie voor de PlayStation, getiteld Time Crisis Project Titan. De bedoeling van dit spel is vrij duidelijk. Je loopt gewoon in en rond gebouwen terwijl je de bad guys afknalt. Je verschuilt je telkens op strategische plaatsen waar je je ook kan verstoppen als je moet herladen of te fel onder vuur genomen wordt. Jet. Keith and Robert are on their way. No one can beat them. Keith and Robert. Well, well, it appears we have a guest. Looks like we've caught you just in time. A leak like this would have been problematic. To say the least. A punch like that and you think you're gonna conquer the world. Silence! Moviesnacks Jurgen neemt het op tegen Game Power Frank. En beide schieten hun doel voorbij als het op vrouwen aankomt. En Gerrit heeft dan toch een mannelijke kant. Zie hem schieten. Nu nog volwassen worden, Gerrit. Action! Continue. Reload. Reload. Het is allemaal redelijk klassiek, maar wat wel vernieuwd is, zijn de graphics. Alles ziet er natuurlijk veel beter uit dan op de PS1 of het arcade-spel. De hele gameplay-ervaring voelt wel nog een beetje arcade-stijl aan. Dus voor de hardcore Lunapark-bezoeker is dit misschien een goedkopere oplossing. Je kan het spel natuurlijk spelen met een pistool aangesloten op je PlayStation 2. Je kan het game overigens kopen in combinatie met het nieuwste geweer dat binnenkort beschikbaar is. De Gunkan 2. Volgens Namco kan je ook je oude pistool weer van onder het stof halen, want ook dat zou compatibel zijn. Een van de grootste features van dit spel is dat je met twee spelers split-screen kan spelen. Je hebt dus elk een aparte point of view, iets waar Time Crisis de eerste van in zijn soort is. Voor degenen die het niet zo goed overweg kunnen met het pistool, kan dit wel een probleem vormen. Het kan namelijk gebeuren dat je medespeler ineens in je vuurlinie loopt en dan is het natuurlijk de bedoeling om hem niet te raken. Voordelig daaraan is dan weer dat je je vijanden van twee zeer verschillende punten onder vuur kan nemen. I knew it. These maniacs have got the military satellite. And they're moving it by train. We better get going. There's no time to lose. Time Crisis 2 is een waardige opvolger van het originele spel en een must-have voor PS2-eigenaars die niet genoeg kunnen krijgen van het afschieten van bad guys. Hier zie je de heren Dekkers en Ornelis aan het werk. Wij kunnen alleen maar hopen dat hun programma op Q-Music beter zal verlopen. Game Power bezet de bunkers van Normandië in de Return to Castle Wolfenstein multiplayer test. Even voor alle duidelijkheid, RTCW staat dus voor Return to Castle Wolfenstein. Deze game is de remake van het stokoude Wolfenstein 3D uit 1992, dat een nieuwe standaard zette voor computergames. Als een gevangen genomen geallieerde spion moet je zien te ontsnappen uit kasteel Wolfenstein en onderweg natuurlijk zoveel mogelijk Duitsers neer te maaien. Met Return to Castle Wolfenstein is de droom van veel gamers werkelijkheid geworden. Een nieuwe Wolfenstein met meer missies, verbeterde graphics en natuurlijk multiplayer.
Net zoals Quake 3 Arena heeft ID Software, de ontwikkelaar van deze game, een multiplayer test van Return to Castle Wolfenstein op het internet gepubliceerd. In deze demo kan je alvast één multiplayer level uit de game verkennen. Als geallieerde moet je het strand bestormen, de Duitse bunker penetreren, geheime documenten zoeken en die documenten via radio aan je basis overbrengen. Als je kiest om met de Duitsers te spelen, dan is je taak alleen om de geallieerden zo goed mogelijk te hinderen. Als je dat 8 minuten volhoudt, hebben de Duitsers gewonnen. Makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig krijg je hulp van enkele specialisten. Buiten de gewone soldaat kan je namelijk ook nog als engineer of als medic meespelen. De engineer kan goed overweg met explosieven. Om je een doorgang te blazen in de bunker, heb je dus een engineer nodig. De Duitsers kunnen een engineer gebruiken om de explosieven op te ruimen voor de detonatie. De medic, de klasse die wij op de redactie het liefste spelen, kan zijn gewonde teamgenoten verzorgen. Voor lichte verwondingen volstaat het verband. Wie echter al zijn lichaamspunten verloren heeft en op de grond ligt te sterven, kan ook nog gered worden door het binnen de 30 seconden toedienen van een spuitje. Meteen een interessante aanvulling op de gameplay. De graphics van Return to Castle Wolfenstein zijn fenomenaal. De Quake 3 engine waar de game op gebouwd is, werd sterk verbeterd. En Quake 3 Arena was al een razend knappe game. Het strand is ongelooflijk goed weergegeven. Overal rondom je slaan granaten in, diepe kraters ontsieren het strand en prikkeldraad verspert je bijna overal de weg. Toen we met 30 man op een drukke server speelden, kregen we echt die kriebels. Zo realistisch is het. Op sommige punten misschien zelfs iets te realistisch. Wanneer je als Duitser in een bunker de mitrailleur bedient, is het heel moeilijk om vanuit de verte je eigen troepen te onderscheiden van de vijand. Als je iemand opmerkt, begin je natuurlijk onmiddellijk te schieten. Wanneer slechts na enkele seconden de naam van je doelwit boven zijn hoofd verschijnt, weet je pas dat je een vergissing hebt gemaakt. Op het internet lezen we hier en daar nog meer negatieve reacties, bijvoorbeeld over de slechte balans van de wapens. De flamethrower is inderdaad ietsje te sterk gemaakt, maar daarom is dit ook een multiplayer test en geen final release. Alles kan en zal dus ook nog wel worden veranderd. Gamers die blijven doorzeuren moeten maar terugkeren naar Counter-Strike. Return to Castle Wolfenstein zet nu al, net als Wolfenstein 3D, de nieuwe standaard neer voor de volgende generatie 3D-shooters. Download de multiplayer-test van games.telenet.be en probeer Return to Castle Wolfenstein zelf. Speciaal voor jullie hebben we zelfs een Game Power server opgezet. Om te connecteren, roep dan in je game je console op door op de toets boven de tab-toets te drukken. Typ daarna eerst /password /gamepower en druk op enter. Vervolgens typ je /connect/gamepower.telenet.be en druk je opnieuw op enter. Je bent als alles goed is nu ingelogd op de Game Power servers. Vergeet je helm niet.